Ja, daar staat u dan tegenover elkaar en daar staat een leeg zuiltje. Daar hadden we graag de politiek leider van Denk willen hebben, Kuzu. Mm-hmm. Daar hadden we anderhalve maand geleden mee afgesproken dat hij in dit trio ook zijn opwachting zou maken. Maar nou zegt hij, meneer Roos, dat omdat u er staat, dat hij niet wil komen. Ja, daar hebben wij in Nederland een woord voor. Dat is laf. Maar niet alleen laf. Het is bijzonder laf om weg te lopen voor een debat. Het is ook minachting voor de democratie. Een dag voor de verkiezingen, waarin wij in Nederland kunnen bepalen wat we willen, wat de toekomst voor dit land is, zegt meneer Kuzu, ik wil niet met Jan Roos in debat. Dit gaat niet om Jan Roos, dit gaat ook niet over meneer Kuzu, dit gaat over de toekomst van Nederland. Juist de westerse waarde waar mijn partij voor Nederland voor staat, is iets waar meneer Kuzu niet voor staat. Die neemt een loopje met de democratie, is ook niet zo gek als schoothondje van Erdogan, maar dat je ook nog een keer wegwandelt voor een debat. Een dag voor de verkiezingen is uiterst laf en minachting voor de democratie. Ja, wat vindt u ervan, mevrouw Thieme? Ja, ik vind het ook erg jammer natuurlijk dat hij er niet is. Ik had graag met hem gedebatteerd, maar goed, hij heeft zo zijn eigen redenen daarvoor. En ik vind het altijd lastig om over iemand te spreken als hij er niet is. Ja. Dus om een oordeel erover te geven vind ik iets te ver gaan. Maar het is erg jammer. Oké, nou, we laten het zeiltje voor wat het is. Nou ja, dat wil zeggen, als ik uw programma lees, want in hun programma lees je alles over racismebestrijding en noem maar op. Staat dat in uw programma eigenlijk ook, racismebestrijding? Nou, luister, het is heel simpel. Racisme is verboden in Nederland. Hetzelfde geldt voor discriminatie. Dus het is niet iets nieuws om dat te zeggen. Dat staat al in de wetboek, kan ik u vertellen. Ja, wij kennen u natuurlijk vooral, het woord referendum viel er net al in het programma. Ja. Oekraïne-referendum. Ja. Dat ademde natuurlijk heel erg minder Europa, meer Nederland. Minder EU bedoelt u? Ja, klopt. Minder Europese Unie, meer Nederland. Maar dat laatste klopt helemaal natuurlijk. Hè? Want meer Nederland, dat zit ook echt in uw programma. Nou, Nederland wordt niet groter. Alleen we moeten wel veel meer macht terug naar Nederland uit Brussel halen. Brussel, de Europese Unie, is verworden tot een bureaucratie wat niet veel verder komt. Wat voor ons veel meer problemen oplevert op dit moment dan bijvoorbeeld oplost. Kijk maar eens naar die asielcrisis. Wat hebben we gedaan? We hebben een deal gesloten met Erdogan. De man die mensenrechten schendt. De man die meer journalisten in de gevangenis heeft zitten dan achter een typemachine. Maar die man nemen we een deal over de asielcrisis. En dat is de Europese Unie. Dus wij zeggen, haal die macht terug naar Nederland. Ja, maar meer Nederland, hè? Zit dat ook in hele praktische dingen die u dan wil? Hoe bedoelt u meer Nederland? Nou, meer Nederland. Ik las in uw programma bijvoorbeeld brochures van de overheid. Die moeten alleen nog maar in het Nederlands. Ja, kijk, het is heel simpel. Meneer Schip, we wonen hier in Nederland. Daar is de Nederlandse taal leidend. De Nederlandse cultuur is daar leidend. En de Nederlandse wet is leidend. Daar staat mijn partij ook voor. Dat is ook niet zo gek. Omdat wij ook voor Nederland heden, kan ik u vertellen. Maar het gaat ons meer om die westerse waarden. Hmm. Die gelijkheid tussen man en vrouw, homo en hetero. Die persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting. Dat zijn de punten waar het om draait in Nederland. En die vrijheden, die zijn in gevaar. Zeker door een man als Kuzu en zo'n partij als Denk. Hij is er helaas niet. Hij is er te laf voor om in een debat over te gaan. Maar voor die waarden sta ik als een huis. Ik sta voor de vrijheid van ieder in Nederland. Ik sta voor Nederland. Ja. Mevrouw Thieme, als Roos nou een zetel haalt straks en in de Kamer zit, hè, ja, dan wil ik, als ik nou op de Partij van de Dieren stem, wel weten eigenlijk aan welke kant u staat. Nou kijk, het hele nationalistische van VNL, daar herkennen we ons niet in. Het verschuilen achter de dijken van Nederland lijkt mij een hele verkeerde manier van kijken naar de wereld. We hebben ook andere lidstaten nodig om samen te werken. Juist om de gedeelde waarden te beschermen rondom mensenrechten, natuur, milieu, dierenwelzijn. Dus u bent eigenlijk heel erg pro-EU? Nou, als je voor Europa bent, dan ben je wel tegen deze Europese Unie. Want deze Europese Unie is een verzorgingsstaat van multinationals geworden. Een lobbyparadijs voor hele grote multinationals. En dat staat ver van alle echte waarden waar het om zou moeten draaien. Het gaat om vrijhandel. Vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA worden afgesloten ten koste van het midden- en kleinbedrijf, ten koste van belangrijke waarden op het gebied van natuur, milieu, dierenwelzijn. Maar waar heb je de EU wel voor nodig dan? De EU heb je nodig om bijvoorbeeld klimaatbeleid samen te vormen, om de natuur te beschermen, om mensenrechten te beschermen. Maar daar gaat deze Europese Unie niet over. Deze Europese Unie heeft een soort project nu wat draait om nog meer politieke integratie, nog meer bevoegdheden overdracht naar Brussel, zonder dat het democratisch tekort eerst is opgelost. Ja, dus u vindt eigenlijk een medestander op hele andere redenen, hè?
Ach, ik hoor mevrouw Thieme over dat wij achter de dijken zitten. Dat zitten we wel als die zeespiegelstijging van mevrouw Thieme daadwerkelijk gebeurt. Voor de rest staat voor Nederland gewoon voor een land dat met heel de wereld samenwerkt. Wat met heel de wereld handel bedrijft. Wij zijn voor een Europese Unie die zich baseert op economische samenwerking. En voor de rest gaan wij over andere zaken. Dus die dijken die beschermen ons alleen maar tegen die zeespiegelstijging. Als we door de tijd heen zijn, dan komen we niet eens toe aan het grote onderwerp. Nou, waar precies. Veel mensen rond uw partij en ook anderen van vinden dat het in de campagne veel te weinig aan de orde is geweest. Het klimaat. Ja. Waarom denkt u dat veel andere partijen in die campagne daar zelf niet over begonnen zijn? Ja, dat is een hele grote vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel partijen die groen schijnen te zijn. Maar als het dan echt gaat om het aankaarten van de klimaatverandering, dan geven ze zich niet thuis. Dan gaat het vooral over energie. Dat soort debatten. Maar klimaatverandering is veel meer dan dat. Het is het grootste probleem op dit moment. En er wordt nauwelijks over gesproken. Maar toch hebben ze in hun programma's allemaal de klimaatdoelen staan. En ze willen ze allemaal halen. Ja, maar het gekke is, er wordt dan wel bijvoorbeeld gesproken over integratieproblemen, over migratie. Maar als we kijken nou op dit moment wat er in Afrika plaatsvindt. Er is grote droogte, er is sprake van droogte, misoogsten. Mensen raken op drift. De VN die voorspelt dat er tientallen miljoenen mensen naar ons toe komen. Daar wordt niet over gesproken. De partijen die zeggen er moeten minder vluchtelingen opgevangen worden, die ontkennen de klimaatverandering. Terwijl de oorzaken van met name ook die grote aantallen mensen die gaan vluchten, die liggen op het gebied van klimaatverandering. Meneer Roos. Wij ontkennen geen enkel probleem bij voor Nederland. Immigratie pakken we aan. Integratie pakken we aan. Maar ik kan u vertellen bijvoorbeeld, het is heel simpel. Wij zijn een rechtse partij die van alle rechtse partijen het meeste investeren in milieu. 0,7 miljard. Nog meer dan D66, wat een linkse partij is. Wij hebben een investeringsfonds voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. 15 jaar lang 1 miljard. Ja. Zodat we met z'n allen straks duurzame energie in Nederland hebben. Dat is goed voor de economie, goed voor de werkgelegenheid. We hebben een schoner land en we zijn niet meer afhankelijk van landen in het Midden-Oosten. Maar, dus ik sta aan uw zijde als het daarom gaat. Het is heel belangrijk. Het enige verschil wat ik heb met u is dat als we die Parijsakkoorden en de energieakkoorden, als we die aangaan en die invoeren in Nederland, kost dat tot 2030 200 miljard euro. Dat is 40.000 euro per gewoon één moment. Corrigeren. Ik onderbreek u, mevrouw Thieme. Ja, u zegt net dat het niet onderbroken mag worden. Ja, nee, ik mag onderbreken. U mag elkaar niet onderbreken. Ik mag onderbreken. Nee, maar kijk, de heer Roos, ik ben heel erg blij om te horen dat hij ook samen met de Partij voor de Dieren wil strijden tegen de klimaatverandering. Maar de cijfers zijn niet helemaal op orde. Als het gaat om die 100 miljard, als het gaat om die 100 miljard euro of dollar waar de heer Roos het over heeft, dan gaat het over adaptatiekosten die wereldwijd worden gedragen om ontwikkelingslanden te laten aanpassen aan de klimaatverandering. Dat gaat dus niet over de kosten die de Nederlander geheel moet gaan dragen. Wat belangrijk is om te kijken naar die klimaatverandering is dat heel veel oplossingen zo eenvoudig zijn. Die al beginnen met bijvoorbeeld veel meer investeren in hernieuwbare energie. Dat biedt kansen, dat biedt banen voor het bedrijfsleven. Maar ook als individu kun je een groot verschil maken. Heel veel mensen realiseren zich niet dat het klimaatprobleem vooral op je bord ligt. Dat de broeikasgassenuitstoot veel groter is nog als het gaat om dierlijke eiwitten. Hè, vlees, eieren en zuivel. Dan al het verkeer en vervoer samen. Dat zijn hele eenvoudige manieren om op die manier het broeikasgaseffect terug te dringen. Oké. Daar zet ik een punt. Ik dank u wel. De tijd zit erop. Ik wens u veel succes morgen. Applaus. Dank u wel.